Why is it so important? I mean, that's really the basic of human, right? When I just got the question, what makes us human? I think the way we just connect to each other and share the sources where we're expanding from is what makes us really human. I think this is not the time to talk about difference, how different we are and how unique we are and how special we are. This is really this time where we speak how each of us are really more interested in expansion, intellectually, emotionally, physically, financially. That's what we all have in common. So in that sense, this is really going to be the space where we're talking from all different perspectives what it is to be a human. And what we have here actually on the floor, half of the floor, is a theatrical play in the making called The Humans. And over a span of 6 months, Alexander Singh will be creating a theatrical production on site. His script will be written here, his props will be made here, the costumes will be made here, and all of this will inform our public programming. History are stories. Stories that we tell ourselves about the world. If you want to find out about what life was like in the 50s or in 500 AD, read books about history and also books about science fiction. Because when human beings are writing about the past and the future, what they're really talking about is what they're concerned about right now. I don't start off with some kind of master narrative or some big idea about what I want to say something about the world. I like playing, and this is like, to get back to what I was saying right at the beginning, playing can be a lot of fun for me. The problem is, how do I make play be interesting for you? Because it's going to be a lot of fun to make up stories, but maybe my stories will bore you. So that's what's interesting, and that's what's difficult about being an artist, is trying to balance these two things. Because most of the time, didactic works in which I tell you, this is the way the world is and you should live your life like this, and this is what I think, it tends to be quite dull and uninteresting and not very juicy. And so those two things are what we're always trying to balance. But I think you can tell when somebody who's making something didn't enjoy themselves. So every month we host these very informal conversations between a very, a high level expert, an astrophysicist and a novice. That's going to take place in this area, where we talk about the origins of the universe, where we talk about cosmology, cosmogony, pictorial satire, literary satire, the voice, the importance of the voice, the chorus, which is something that happens in society all the time because we're all singing at the same time together. So all of those topics will be really explored here. And one of the reasons why we're doing it at Witte David is also we want to somehow revive the schooling environment here. This building was a school before in 1875. It was a girls' school. Then it became a technical school in the 70s. So we still get people actually, former alumni, coming here thinking it's a school. Our goal is also to take it out from the building once its time is over, and take it to the south side of Rotterdam, maybe take it to France. So it's going to be actually saying something about who we are after it fulfills its promise here. Witte David is obviously a very international, prestigious institution, so we still have to speak to a contemporary art industry. Like in every industry, there's the banking industry, retail industry, and there's the industry of the contemporary art world. That's something that people keep missing, that we have. We're also speaking to each other in this industry. So first and foremost, we keep that intact, and we're still keeping that dialogue internationally, because when this place was founded, it was really to put an international face to Rotterdam and create a mark in that regard 22 years ago, which it has done it very successfully. On the other side, 3 months ago when I arrived here, I also realized that Witte David should do more in Rotterdam. It's been doing things in Rotterdam, in this building, but it should be doing also more with its Rotterdam audiences. So in that sense, we've embarked already on a number of collaborations, as I mentioned before. So the debate club, a sound collective,
artist book initiative, the university, the postdoctoral program at different universities were talking to do collaboration. So it is really important for us to see this place as a hub for ideas, not only for art, but art and ideas. So for us, it's really important when we're on this wonderful street on Witte de Wit Straat. It's very essential for us to put Witte de Wit also as a demanded, required hot place for the city. It is a very important thing to be an artist right now, to start all kinds of conversations, because we're so stuck in all kinds of directions when it comes to politics. It has become so much about the black and whiteness, and the artist's voice is so needed and needs to be embraced. I've always said it, you know, why is a banker or a corporate lawyer more important than an artist is? We should be all equally respecting each other's opinion. I think the artist has become the new other in Netherlands. It's being treated like the other, not only the artist, but also the scientists, also the humanities, you know, experts at universities. I think what's happening in politics is very dangerous in that regard. So if we have to reinvent the European civilization again, the Western civilization, this could be only our very small contribution from our base to look at the basics and help the redefinition. So in that sense, the artist is really a key thinker to me. I treat an artist as an independent thinker, no ideology is necessarily attached, and a very important conversation generator. Ik ga gewoon even opnieuw beginnen. Ja. Ik ben zakelijk en artistiek leider van zowel Stichting Portable Collective als het Stand Out to Sea Festival. Dit jaar vindt de allereerste editie plaats van Stand Out to Sea in het Havenmuseum in Rotterdam. We hebben voor die naam gekozen omdat Stand Out to Sea is de Engelse vertaling voor het ruime sop kiezen of het avontuur aangaan. En dat is precies wat we van plan waren. Namelijk met een hele groep beeldend kunstenaars, muzikanten, acteurs, allerlei artiesten. Een nieuw licht werpen op het cultureel havengoed. Dus voor dit festival hebben we een hele brede programmering neergezet. En word je er eigenlijk spelenderwijs door dit museum geleid. En ook al kom je voor een havenkoor, dan kan het toch zijn dat je plotseling tegen een kunstenaar in de vuurtoren aanloopt. En dat kan beleven. En dat hoef je dan niet heel mooi te vinden of fantastisch. Maar het is wel een makkelijke manier om dat een keer te beleven. Thank you.
zijn zeker bezig met die bruggen te slaan. Want ik wilde graag een modern ballet laten zien, maar dat moet dan wel een modern ballet zijn wat iets met die ambacht te maken heeft. En die grote stoere kraan en die nog stoerdere kraanbestuurders die dan gaan samenwerken met die dansers. En dat daar uiteindelijk juist die mix inderdaad van dat ruwe en dat fragiele van de dansers, dat een heel bijzonder stuk brengt. Bijzonder vind is mensen, toen ik hier kwam, hadden heel veel mensen iets van kunst of moderne dans, het dans is weer. Maar uiteindelijk is iedereen echt heel erg enthousiast en hebben ze dat toch meegemaakt. Een editie krijgt in Rotterdam, begin van de meivakantie. En daarnaast willen we dan op reis gaan langs andere havenmusea. Ik zou bijvoorbeeld heel graag een keer in Denkhuizen willen staan, met een camping bijvoorbeeld. Maar ook uiteindelijk naar het buitenland. Dus twee edities per jaar, één keer in Rotterdam en één keer in een ander havenmuseum. Meisje. Het was altijd van, we willen de stad Rotterdam als inspiratiebron en we willen naar de mensen toe gaan. We willen enerzijds de stad zien als één groot podium. We gebruiken alle schouwburgen die er zijn, ook de Doelen, de Rotterdamse Schouwburg, Luxor zijn onze voornaamste speelplekken. We gaan ook de straat op, we gaan naar pleinen waar we heel toegankelijke opera brengen, maar ook kantoren en woningen van mensen. Je krijgt een heel intiem concert. En de mensen die dat thuis hebben gehad zijn vooral ontroerd doordat je zo dicht bij de opera stemt. En dat is iets, in alle projecten van de operadagen staat die stem centraal. En dat kan dan een Turkse stem zijn of een klassieke operastem. Maar we willen vooral dat live element laten meemaken en die ontroering daardoor. We doen bohemen waar mensen mee kunnen picknicken. We doen Pelléas et Mélisande in een botanische tuin. En we werken
dit jaar rond het thema Droom en Daad. Dat hebben we aan een aantal makers een paar jaar geleden al gevraagd. Kunnen jullie daar iets rond doen? Het Spookhuis der Geschiedenis, dat is een interessante voorstelling. Ongewoon theateropera door theatergroep Wunderbaum uitgevoerd. En de schrijver van het stuk is Gerard-Jan Reinders en die is hier. Je hebt een hele duidelijke opdracht gekregen. Het werd muziektheater. Het zou zich afspelen rondom en in een echt authentiek spookhuis. En het moest een bewerking zijn van een stuk van de Oostenrijkse toneelschrijver Thomas Bernhard, de theatermaker. En het moest gaan over de noodzaak tot een daad, gebaseerd op het boek van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Er moest een daad uit voortkomen? Die Peter Sloterdijk die roept op, mensen, verander je leven, doe iets. Het is eigenlijk al te laat, maar doe iets. Niet en dromen, maar de daad. De daad, en dat trok Wunderbaum erg aan. Dus toen ben ik begonnen met dat boek door te worstelen. Een fascinerend boek, maar ook gekmakend. Want als je 1 op de 10 woorden niet begrijpt of niet kent, dan wordt het lastig. Maar goed, het is me gelukt. En misschien onder invloed van dat megalomane Duitse boek dacht ik, nou dan moet de muziek die te horen is, dat heb ik voorgeschreven, of dat heb ik ze voorgesteld, moet dat maar gebaseerd zijn op die andere megalomane Duitse, Richard Wagner. Aan de andere kant hebben we dan weer met Rotterdam Philharmonisch en Yannick, hun dirigent, met een fantastische operacast. L'Enfant et les Sortilèges, een opera van Ravel. Ook geen heel bekende opera, maar wel heel specifiek. Het is een soort repertoire dat wij zien als een aanvulling aan het repertoire dat er al gespeeld wordt in Nederland. Hoe belangrijk is zingen voor de mens? Kijk eens, dat zijn de vragen. Ooit als kind kon ik niet praten. Stotterde. En door gewoon zingen had ik eigenlijk gewoon een soort van eerste kans om weer te gaan praten. Om mensen te kunnen vertellen wat ik denk, wat ik voel. Ik werk heel veel op allerlei scholen. En dan komt een jongen af, ja meester, dit en dat. Ik zeg van, praat toch gewoon even rustig. Zing je eigenlijk wel eens? Nee, ik zing niet. Ik zei, als jij zou gaan zingen, dan zou jij zoveel beter weten wat voor een toon jij moet gaan inzetten om aan die meester duidelijk te gaan maken wat je eigenlijk vindt. Dus een heel lang verhaal, ik zal het kort houden. Even dus gewoon zingen is heel erg belangrijk. Voor het praten alleen al. Ja, de muziek terugbrengen in de taal. Ja. Zo zingt Rotterdam. Daar ben jij de artistieke baas van. Wat is dat? Coördinator. Ja. Het wordt echt hoog tijd dat wij echt even weten hoeveel koren wij hier hoeveel hebben. Hoeveel koren zijn er in Rotterdam? Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik heb ongelooflijke hulp van een organisatie hier. Ik moet het eventjes doorkomen. Heeft iemand wel eens gehoord van de prachtige cultuur scouts? Nou, dat is een organisatie voor de mensen die het voor het eerst horen. Die doen hier waanzinnig werk. En met hen, dus ook vandaag zijn we bezig met hen, om te inventariseren hoeveel koren deze prachtige stad heeft. Nou, bij benadering dan? Rond de 200. Wij zijn ontzettend trots op dit team en op dit festival. En wat nog niet aan de orde gesteld is, aan geweest is vandaag, misschien hoeft het ook niet voor u, maar wij zijn daar wel mee bezig, weet dat heel goed, is de toekomst van Opera Dagen. Want ik denk dat ik moet vaststellen dat in de afgelopen 4 jaar het festival echt belangrijk is geworden. Niet alleen voor Opera Europe, het gezelschap van operahuizen en gezelschappen in Europa die hier zijn geweest en Opera Dagen tot een model hebben gemaakt voor de toekomst van opera. Niet alleen voor al die kunstenaars en gezelschappen die opdrachten krijgen, die geïnspireerd raken, die optreden hier op Opera Dagen.
Ook niet namens ons als instellingen die hebben gezien dat Rotterdam opnieuw rondom deze eeuwwisseling een operastad is geworden, maar anders dan 100 jaar geleden. Maar ook, dat meen ik echt door u, door het publiek, dat echt iedere keer in grotere getalen en met meer enthousiasme en met meer bezieling en steun hier aanwezig bent bij Opera Dagen. En dan is het des te schrijnender als we moeten vaststellen dat we nu op een breekpunt zitten, een belangrijk momentum zitten, en we weten het allemaal, ook Opera Dagen. En ook de instellingen die Opera Dagen met dit team mogelijk maken, zijn afhankelijk van subsidie. Het is een vervelend woord, maar het is geld wat de samenleving, u dus, over heeft voor de kunst. Of het nu via sponsoring gaat, of mecenaat gaat, of belasting. Het is de samenleving die ervoor kiest om iets wat waardevol is en wat ergens voor staat, mogelijk te maken. Blijft hij het aan het balanceren. Over inhoud, entertainment. En vooral ook gewoon niet altijd even serieus. Roodkapje. Als core business presenteren we kunst van nog niet succesvolle kunstenaars die voornamelijk geëngageerd werken. Dat kan politiek zijn, dat kan in dit geval een nieuwe stroming zijn of een oude stroming die zich in een nieuw jasje voordoet. Maar eigenlijk kunstenaars die de wereld wat te melden hebben en dat is dan helemaal het voortraject voor de galerie, musea's en dergelijke. De naam Roodkapje was eigenlijk ontstaan omdat we een herkenbare naam wilden. En in 2000 toen was het fashion om Engelse namen te gebruiken. Voornamelijk veel fabric en dergelijke. En wij wilden natuurlijk een beetje tegenhanger zijn. Wilden iets wat bleef hangen. En toen kwam er eigenlijk al het grap Roodkapje naar boven. En toen dachten we, dat is hem. Ik heb van alles gedaan. Ik heb land- en tuinbouwschool gedaan. Dus ik pas prima in deze huidige tentoonstelling. Ik ben kapper geweest. Ik heb van alles uitgevreten. En mijn interesse lag in kunst. Ik heb zelf veel videowerken en dergelijke gemaakt. Veel performances. En omdat ik zelf geen afgestudeerd kunstenaar was, zeker in de periode rond 2000, was het heel lastig om ergens je werk te laten zien als je niet vanuit dat netwerk kwam. En toen dacht ik van, dan doe ik het zelf wel. We zijn daar begonnen op de Witte de Witstraat omdat er eigenlijk toen de opwaardering van de straat werd. Het moest een kunststraat worden. Wij hebben daar een plan voor ingediend en hebben daar gewoon een ruimte gehuurd. Door onze open manier van werken stroomt ons heel veel toe. Dat zijn veel mensen die niet direct bij een Boijmans aan kunnen kloppen omdat sommige dingen nog niet uitgekristalliseerd zijn
of nog niet bekend genoeg zijn. Nou, musea's en de meeste galerieën die gaan uit van een bepaald succes. Dus die kopen hun succeswaarde al bij de kunstenaar of bij het project. Voor ons is dat een groot risico en dat maakt het ook interessant. Het maakt het ook spannend om te kijken hoe een goed idee zich manifesteert in een breed publiek, zoals hier op de Meent waar we op dit moment zitten. En daarnaast voelen we gewoon wat er speelt. En door zoveel mensen te ontmoeten hier in onze eigen plek, krijgen we daar heel veel informatie over eigenlijk. En soms valt het niet altijd te bevatten. Zoals de huidige tentoonstelling over de wizards, de urban wizards. Is eigenlijk toch wel een brede tendens en ook een logisch gevolg na alle crisis en dergelijke. Dat men op zoek gaat naar nieuwe theorie, nieuwe geloven, nieuwe systemen. En ik kwam in aanraking met een van de kunstenaars en dat paste dan precies gelijk bij elkaar, zeg maar. Dus in een soort onderbuikgevoel naar een concrete kunstenaar, naar een concreet project. En... I believe in that there is no magic. That's the magic. This sculpture is yours. You have to take it carefully to your home. It's only all just for a moment. Bye-bye. Ik denk dat kunst een hele goed middel is om discussie te voeren. Dus wat dat betreft, naast gewoon het esthetische, ook interessant kan zijn dialogen, mensen bij elkaar kan brengen. Ik denk dat dat niet zomaar een mooi idee is, zeg maar, dat kan, maar wij geloven daar wel echt goed in. Daarom zitten we ook aan de straatkant. Dus Jan en allemaal ook niet geïnteresseerd kan binnenkomen. En dat is eigenlijk ook wel iets wat we van belang vinden. Dus niet alleen maar de investering in de kunst, maar ook het publiek. Want wij denken dat de meeste presentaties niet alleen voor de elite is, maar ook gewoon voor een breder publiek interessant is. En dan maakt het me niet uit of je waar je vandaan komt of je afkomst. In principe moet iedereen hier naar binnen komen. En dat proberen we ook te triggeren. Dus proberen binnen presentaties zoveel mogelijk wel een aantal eye-catchers te maken. Of te presenteren waarin het publiek denkt, oh, dat is leuk of dat is grappig of dat is interessant. Waardoor eigenlijk misschien soms wat moeilijkere werken makkelijker gezien kunnen worden. En vaak is mijn ervaring, als men eenmaal binnen is, dan vindt men het ook wel interessant. Of heeft men daar een mening of een beleving over. Ongeacht of die kunstgeschiedenis heeft gehad of niet.